Hallo Kunstacteurs en welkom op mijn kanaal. Handje. Het is beter zo. Ik was hopeloos verliefd. Maar nu weet ik waarvoor ik wees. Ja, want het is beter zo. Ja, het is beter zo. Lekker tegenlicht. Het waait heel hard. Het waait heel hard, ja klopt. Ja, we hebben veel overshow mee. Ja, ze zijn vergeten. Oh. Terrible, gehaast. Nou, de tegenlicht is heftig. Ja, zoals de titel al. Ja, schat, andere keer, oké? Okay? Kunnen we nu niks meer aan doen? Kunnen we nu niks meer aan doen? So anyways, verhaal kwijt. Ja, ik kom zo terug. Nou, zoals de titel dus eigenlijk al vermeld, weten jullie eigenlijk al basically waar we heen gaan. Gezien de vorige van deze video's allemaal hetzelfde waren. En dat ik naar de verloskundige ga. Of ja, in dit geval dus. En de vorige geval. En nog een geval. Het ziekenhuis. De video die jullie dus hiervoor gezien hebben, van 3 dagen geleden dacht ik, dat daartussen zaten nog zeg maar best wel veel afspraken. Ik denk iets van 3 of 4 of zo. Alleen, ja, ik heb met mijn telefoon gefilmd en die beelden die zijn all over de dinges. Ze komen niet regelmatig achter elkaar of zo, of in een videomapje. iPhone dingen. En ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen zin om al die video's bij elkaar te rapen. Omdat mijn geheugenkaart was toen dus kapot gegaan. En toen heb ik dus maar mijn telefoon erbij gepakt omdat ik afspraak had. En ik bij een andere, die eigenlijk de eerstvolgende was, daar kon ik ook niet binnen filmen. Dus we hadden ze me gelijk gevraagd om mijn camera uit te doen. Zat ik wel nog mijn camera. Dus ik dacht van, weet je wat? Fuck it. Ik ga gewoon die 3, nou het waren dan 3. Ik ga dan die drie video's skippen. En dan ga ik gewoon gelijk naar de eerstvolgende, zeg maar. En dat was dus wat ik aan jullie heb laten zien. Jezus man, echt spraakgebrek. En deze is dus nu. Ja, nu zijn we dus eigenlijk basically. Hoe noem je dat? Up-to-date of zo. Want vandaag is het de 26e. Het is maandag. En de video komt dus woensdag online. Dat is tenminste de bedoeling. En na deze heb ik dus niet meer elke woensdag een video waar je echt echo's kan zien. Maar ik ga wel proberen om zwangerschapsrelated video's te maken. En die dan op woensdag te zetten. Dus dat wordt nog eens een uitdaging. Maar we gaan het zien. Dus als jullie ook ideetjes hebben over wat voor video's over zwangerschap ik kan maken, dan laat het me gewoon gelijk weten. Oeh, jouw hand is nog kouder. Nou, oké, dan gaan we eens even met de echo kijken. En wat voel je? Lastig. Oh, oké. Okay. De echo weet het zeker. Ik denk dat de rug hier ligt. Oké. Okay. Oh, dus je was eigenlijk een beetje aan het voelen waar de baby lag, hoe de baby lag. Ja. Oké. Okay. Wat doe je dan? Dat is wel heel erg. Gel. Die dan gebruiken om te kijken. Gaat met haar kijken. Ja.
billen de lucht zag komen. Ja. Baby. Oh, baby! Ja. Baby is vies. Baby is vies. Baby is wel vies. Vies en poep. Wat ben je lekker gek vandaag, hé? Poep is vies. Ik heb echt de verkeerde dag gekozen om hem mee te nemen. Poep is niet zo lekker. Gosh. Ik zie daar de warme mond in ieder geval al. Waarom moet je met dit doen? Gaat wat meten. Dat is een pinje. Dat is voor de echo. Net als we net op de buik smeren. Wel prachtig. En mag ik dat doen voor de mama? Of voor de dokter? Mm-hmm. Nee. Oh, mama is zo mal. Ja. Mama zit heel hoog. Kijk, ik heb hier allemaal. Ik ben bang. Bang? Waarvoor ben je bang? Ik ben bang voor baby. Voor de baby? Ja hoor. Baby is toch hartstikke lief? Ja. Hij loopt nu schuin. Eerst liep hij gewoon. Ja, dat, als je een beetje harder duwt, dan duw je hem zeg maar recht. Oh. Er zit een beetje in een bochtje en dat is ook normaal. Zitten die bij eigenlijk meer dan 4? Hallo? Ik niet. Hoi. Hi. Ik ben even cervix lengte aan het meten. Oh, helemaal goed. Nou, dan beker dan komt ook weer even kijken. Kijk, nog meer mensen. Hallo. Hi. Hoi, hoi. Ik had er eentje net van... Wat doet hij nou weer? Wat doet hij nou? Dat is een andere dokter. Wil je even zelf kijken? Die kijkt ook weer ermee. Heb je druk wel afgehaald? Nee, dat is baby. Dat is baby. Dat is goed, de meting is verder goed, prima. Ja. Dat is baby. Want ze heeft verlof veel druk je erop hebt. Oh, ja, heel goed. Baby. Je moet echt, echt heel los houden. Heel los houden, ja. Toch, baby. Baby is heel lief. Baby. Baby is lief. Twee meter. Baby is lief. Baby is lief. Ja, dat deed je net al, hè? Baby. Toch de twee. Baby. Zo. Baby moet je de verlenging zien. Dan moet je die optillen. Baby moet gewoon zijn. Toch? 2,2. Nog eventjes. Zelfs als je nog groter wordt, 2,3. Ben je wel aan de progesteron? Nee. Alright. Where is my case? Jee, eindelijk. Jee, eindelijk. Wat dan? You rest your case. Ja. Mijn hele fucking mood is verpest, maar ik ga het niet vergeten hoe het is. Dus ja, volgens mij heb ik stukjes uitgeknipt wanneer het ging over bloedprikken en vorige afspraken. Maar ik ben dus als dood voor fucking naalden. En ze wilden vandaag kijken of ze mijn bloedgroep hadden en toen kwamen ze erachter dat ze dus dat niet hadden. En dat komt omdat ik dus gewoon niet ben geweest, zoals ik dus nu ook niet ben geweest, want ik heb dus een formulierbrief gekregen om gelijk bloed te gaan prikken en guess who's not going, dus ja, ik schaam me eigenlijk wel super erg, maar ik durf gewoon niet en ik dacht beter ga ik dat niet dan ook nog eens doen met mijn dochter erbij, want dan maar zij is zometeen ook als het dood vernaald, dus heb ik het maar geskipt, maar ik heb het niet echt gezegd ofzo. Dus. Ja. Yeah. I feel kind of stupid. Maar ja, ik ga
binnenkort me wel eroverheen zetten en dan ga ik er wel gewoon heen. Maar dan gewoon zonder mijn dochter, dus dat het volgende week pas. Als zij naar school gaat, want dan heb ik nu dus een week vakantie. Waarom ben ik zo'n watcher en een beetje, ik kan er niet tegen, maar ja, niks aan te doen. Nou, we got onze virtual dog. In de Hema. Waar heb jullie? Vind je wat ook lekker? Ja. Ik heb wel er twee op. Een stukje. Puur naar de politieke context. Mama, die van mij is nu vergeten, toch? Ja. En nu ga ik die ook eten. Oké. Okay. Samen? Ja. Samen delen? Ja. Heb je voor mij? Lekker, mama. Voor mij. Mm-hmm. Oh, fijn. Anders ga ik natuurlijk huilen. Hoi, mooie meisje. Kom eens, je mooie prinseske. Je bent zo mooi. Zie je wat hoe mooi je bent? Mm-hmm. Kan je dat zien? Mm-hmm. Vind je jezelf mooi? Ja. Ja, je bent echt heel mooi. En ik vind jou ook mooi. Ja, prinses. Mam vindt jou ook mooi, hè? Ja. I love you. Heel veel. En ik vind jullie ook heel veel. En roep jullie ook heel veel af van mama? Ja. Je bent wel witjes, hoor. Wit? Ja. Als je zo naast mij zit, dan ben je echt heel licht. Je nek is bruin en je gezicht is gewoon wit. Ja. Ja. Maar we zijn nog niet gewoon in wit. Ja, dat lijkt zo. Oh. I don't wanna pick up this. Oh no. Oh no. Ach, some people. Some people? I just can't do them. Kijk. Billenkoek. Nee, het is totaal niet grappig. Nee, pijn. Ik vind ze met de billen in de lucht te shaken. Ik weet niet wat ze denkt, maar I ain't risen no video fixen. In ieder geval, mensen, zoals jullie al kunnen zien, zijn we dus nu al thuis. En ik moet echt leren om gewoon in de lens te kijken. Dus als jullie dat echt heel irritant vinden, laat me dat dan weten. Dan ga ik eraan werken. Dan ga ik doen wat ik dus nu gedaan heb. Gewoon. Mama, ga ik ook die aan? Nee, waarom wil je altijd kleren veranderen als je thuis bent? Hou gewoon wat je aan hebt aan. Ik wil gewoon die ook aan. I don't want you to put that on. Anders ga ik die echt aan doen. Ik ga je Fernandes op drinken. Nee. Laat je kleren aan. Goed zo. Zo, wat zou ik zeggen? Ja, we zijn dus thuis en oh, het is buiten gewoon zo freaking koud. Het is gewoon niet normaal. Maar ik heb dus mijn klepje opengemaakt, dus voor zover zeg maar. En dan leunt de camera dus nu daarop en dan heb ik geen beeld om naar te kijken, want ik kijk dus naar mezelf. Dat is wat ik doe als ik naar daar ongeveer kijk. So, I should have bought you flowers. We gaan vandaag Egyptisch eten. Dus ik ben super benieuwd en super bang. At the same time. Ik ben echt iemand die niet houdt van nieuwe dingen proberen. Want ja, ik ben gewoon bang dat ik het niet lust. En ik vind het heel zonde om eten weg te gooien.
Eigen ook. Somebody. Lekker, hè? Ja, dat is wel lekker. Ja, dat is wel lekker, hè? Mm-hmm. No time. Mm-hmm. Lekker drinken. Lekker drinken. No time. Snoepje. Snoepje. Jij bent een snoepje. Nee, ga snoep opeten. Ik ga jou opeten. Ik ben een snoep. Oh. Ik ben een zus. Ja, klopt. Een hele lieve zus, denk ik. Ja. In ieder geval... Mama's met een eerste zus opeten, toch? Nee, maar je bent mijn zus niet, jonge kind. Nee. Het baarde zo erg vanochtend. Ik wou een bolletje pakken en hij was de zus van ons. Oh. En dat is ook iets waar ik dus echt heel slecht tegen kan. Normaal gesproken krijg ik allemaal fucking rillingen. Gewoon puur al omdat ik het brood aangeraakt heb. En het is mijn schimmels. Zo fucking kinderachtig. Net als het bloedprikken, ook zo fucking kinderachtig, I guess. Ook al, ja, het bloedprikken is wel anders, want ik voel gewoon alsof ik gewoon dood ga en gewoon ga flauwvallen. En die brood is gewoon alsof die brood mijn handen meteen op een gegeven moment helemaal beschimmel maken of zo, weet ik veel, what the fuck. Oh, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat mag jij niet zeggen, nee. Nee, alleen mama. Dus, ja. Ik ben echt een peuter. Echt een kleuter. Zo, dat is joppie, joppie, joh. Joppie, joppie, kleuter, joh. Vroeger. Hey, flip, joh. Toen de Philly een baby was, zeiden we tegen haar. Ja, nou, dit doesn't make sense als je geen poppie mensen begrijpt. Maar in plaats van hoppie, hoppie, zeiden we joppie, joppie. Dus dat heb ik gewoon zomaar erin gehouden. En nu zegt ze het nog steeds. Ik vind het echt grappig. I love you, Yobby, 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 hè? Ja. Ja. Dus ja. Het is geen Yobby saus wat we hebben over aan het praten zijn. Hè? Anyhow, see you. Life sucks. Hey, boy. Weet je voor jou niet? Ik heb dus boodschappen gebesteld. Ik had er weer geen drinken meer in huis. Zoals jullie daar boven op mijn kast kunnen zien, heb ik alleen maar limonade. En limonade is gewoon reservedrank. Maar niet op. Je mag... Die van mij? Ja. Je mag opdrinken. Is op? Ja. Deze Fernandes' prik ging er zo snel uit, dat ik wel begrijp waarom je zogenaamd in de bonus was. Want zogenaamd is echt... Zogenaamd. Want dat ding... Is op. Is calorie. 80 cent of zo. Of 60 cent. Ik weet niet wat erin stond. Ik luister dit dan. Het is super awkward. Maar goed. Zo, ik was in de metro. En Rufili ging dus naast een jongen zitten. Of tenminste, laat me het goed vertellen. De metro zat vol. En er was dus één plek vrij. Naast een jongen. En ik zei tegen haar, ga maar daar zitten. Ik sta wel, want het was 2 haltes. 3 minuutjes maar met de metro. Zo, this chick gaat daar zitten. En ze zit eventjes zo stil. Daarna kijkt ze naar de jongen. Ze kijkt zo naar mij. Ze zegt, mam, ik weet niet hoe die jongen heet, hè. Maar dus toen ik haar dus wou laten zitten en de jongen keek me aan, had ik al... Ik keek hem volgens mij ook echt heel raar aan. Ik weet niet of hij dat door had. Want hij kent me natuurlijk niet. Dus hij kent mijn gezichtsuitdrukkingen niet. Maar ik kijk hem echt raar aan van... Don't I know you? Maar ik denk ook... Nou, niet dat ik hem ken, maar... Hij lijkt op iemand. Hij lijkt heel erg op iemand... Die ik eerder gezien heb. En ik heb het gevoel alsof het iemand is die mij eerder dus... Een privébericht gestuurd heb op Facebook. Maar ja, mijn Facebook is nu geblokkeerd. So I can't... I can't even try to look for him and see if it's him. Of zoiets. Dat zou echt heel raar zijn, heel bizar. Waarom draai je die kleren uit? Ik wil gewoon over die aan. Ja, en ik heb gezegd dat je je kleren niet uit moet trekken. Ja, dat ga ik ook niet.
Oh, je wilt het onder aantrekken. Ja. Raar kind, ben je echt waar, jongen. Wil je goed helpen? Lief. Kom. Ga je helpen? Nee, ik ga je billenkoek geven. Ah! Nee, grapje. Je helpen. Grapje. Oké, zo. Wat was gebeurd? Helpen. Ja. Moet je eerst deze handen uittrekken? Even omhoog, schat, omhoog. Jezus. Zo'n strakke jurk. Zo, ja, in ieder geval, de vierde ging dus zitten naast die gast die ik, toen ik dus haar wou laten zitten, besefte ik van, hè, die jongens gezicht komt me zo fucking bekend voor. En hij lijkt dus, denk ik, op een jongen die mij eerder een bericht gestuurd heeft. En, ja, anyways. Maar, hij was zo fucking knap. En ik bleef echt, ik dacht echt, ik was echt mad confused. I was like, stuttering without words. En, ja. Ik wou echt dat hij zelf ging zeggen van, ken ik jou niet ergens van of zo? En ik wou het nog zeggen, maar ik dacht, nee, dit gaan we gewoon niet doen. Maar ik ben zo benieuwd, wie is hij? En hij heeft wel zijn naam gezegd, maar ik weet zijn naam dus niet meer. Awkward. Ja. Want Trevielie vroeg natuurlijk dus hoe die heette. Ja, ik zie het, schat. Hou je hand weg dan. We kunnen het niet allebei tegelijk doen. Dus ja, ik ben erg benieuwd wie het is. Maar ja, ik heb geen Facebook nu. Oh, nog een oké. Dus Facebook heeft mijn page geblokkeerd, omdat het dus een artiestennaam of... Ook andere. Ja. Of businessnaam heeft, bedrijfsnaam. En ik moest dus mijn ID sturen, paspoort, om te laten zien dat ik die persoon dus... Dat ik echt zo heet en anders wie ik dus ben. En zodat ze dus die naam kunnen aanpassen naar je echte naam. Maar wat ik dus gedaan heb... Is mijn BSN-nummer gekrast en mijn achternaam gekrast. Want ik wil niet al dat op Facebook hebben. Het liefst eigenlijk. Maar ja, ik doe wel dingen met adverteren. En uiteindelijk wil ik toch wel met Facebook en dat soort dingen een... Mag je met de kinderen spelen, man? Vooruit. Wil ik gewoon wel een business starten. Dus uiteindelijk heb ik het wel gewoon nodig. En als... Ze dan per se moeten weten van, oké, het is die persoon die erachter zit. Ja, dan heb ik eigenlijk geen andere keuze om dat gewoon te doen. Of ik moet iemand anders een naam doen. En dat is... Laat maar een beetje open. En dat is ook niet echt een goede optie. Ik zou niet iemand anders willen als gezicht van mijn merk of zo, zeg maar. Dus... Uiteindelijk moet ik toch wel het openbaren hoe ik heet. Nee, grapje. Maar meer gewoon, ja, ik moet wel gewoon uiteindelijk mijn naam hebben daar. Punt. In ieder geval, ja. Dus ik hoop dat ze gewoon mijn voornaam alleen willen accepteren. Als ze dat niet doen, dan zegt het eigenlijk ook al voor... Wat de fuck ze jou willen. Het is dan niet voor... We willen dat je je echte naam gebruikt. Want dan kun je ook gewoon net zo goed alleen mijn voornaam gebruiken. Maar nee, je wilt waarschijnlijk dan gewoon echt... de paspoortnummer, BSN, shit. Dan wil je gewoon mijn hele alles hebben. En dat is dan niet... Like, chill the fuck out. What the fuck? Waarom moeten jullie zoveel dingen weten? Ik kan er echt niet tegen. Dus ik vind het echt heel vervelend. Maar ja, so be it. Ik kan er niks aan veranderen, niks aan doen. Dus ik ga het gewoon laten gaan en hopen dat ze gewoon mijn voornaam alleen accepteren. En dan ben ik binnenkort weer dus op Facebook. Ik ben echt... Ik heb geen zin. Ik zit nog steeds te denken aan het feit dat ik niet ben gaan bloedprikken. Weet je, ik voel me dan op zulke momenten zo schuldig en zo dom en stom. En fucking kinderachtig. Maar ik vind het gewoon zo eng. Ik wil het gewoon niet. Ik word gewoon zo licht in mijn hoofd van duizelig en...
Ja. Het is gewoon niet fijn. Het is gewoon niet fijn om leeggezogen te worden. Fucking tubus bloed. Het is niet eens één fucking buisje of zo. Waarschijnlijk zijn het er nog zes of zo. Like, waarom moet je al mijn bloed uit mijn lichaam zuigen? Like, fucking ja, yeah, man. Dus ja. Lieke bal. Hoe lang film ik? 16 minuten, oh my god. Mensen, ik zie jullie snel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe je duimpjes omhoog als jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, en vergeet niet te abonneren en het belletje mee te nemen als je bloot gebleven van al mijn video's. Maar slaap, zie jullie snel. Bedankt voor het kijken.